to me. Sometimes my words are melting into music and dancing away, away on their own. My dreaming thinking neither thinks nor dreams and passes unknowingly the borderline of what I think I am. Then those dancing words will carry me from me to me. Already, nothing more hugging than a kiss of truth. Does that make hugging of no more use? If truth is forever, then nothing can sever me from you. My dearest dreams have already come true. Wil van Bavel, dichter, oud leraar. Wat ben je verder eigenlijk nog? Pianostemmer. En je bent een van die mensen die we steeds in Amsterdam tegenkomen, zoekend of in ieder geval bezoekend bij al die heiligen of quasi-heiligen. Je checkt het allemaal uit. Alle goeroes in Amsterdam komen, daar zie ik je. Ik ben niet aan het checken. Ik kom niet om te checken. Wat kom je dan doen? Want die satsang, zoals ze dat tegenwoordig op een Indische wijze noemen, dat zijn, daar kom je toch luisteren? Of in ieder geval genieten van een meester of een meesteres of iemand die iets te melden heeft? Nou, als je het woord satsang gebruikt, dat is niet om de meester, maar dat is om de waarheid. Satsang is eigenlijk de zang van de waarheid. De muziek van de waarheid. En een satsang is een soort les waarin de waarheid eigenlijk het enige is wat van belang is. Dus niemand hoeft daar iets moois te zeggen als het maar dicht bij de waarheid is. Of helemaal de waarheid. En daarom is het ook dikwijls heel stil. En dat is geweldig als je daar aan meedoet. Dat doet je zoiets. Dat neem je iets van mee naar huis. Daar word je heel stil van voor een lange tijd. En dan is het niet mijn bedoeling om allerlei meesters te bezoeken. Ik heb eigenlijk zoveel bedoeling niet. Ik word aangetrokken. Dat is alles. Ik word aangetrokken door satsang. Hoe kom je erachter? Want ik zie je vaak dat die mensen er zijn. Nou, ik heb mijn naam eens een keer op zo'n lijst gezet. Dat ik bereid was om eens wat mee in te richten of voor te bereiden. Hoewel ik helemaal van Den Bosch kom, sta ik mooi op die lijst. En die mensen die vinden het aardig dat ik kom en dat ik al die moeite doe. En bellen mij op als er weer iets nieuws is. Als er zelfs, nou deze keer is een verrassing. Ja, want Nilam. We hebben de afgelopen tijden Eli Jackson Bear. Wie was er nog meer? Isaac Shapiro. Ja. Nou, er zijn er nogal wat geweest, hè? Ja. Van Isaac wist ik dat al een tijd van tevoren. Maar van de Eli Jackson Bear heb ik zomaar even tussendoor een telefoontje gekregen. En daar heb ik heel even aan geroken. Misschien mag je dat in dit verband niet gebruiken, maar is er een soort verschil? Dus is de ene guru, de ene leraar beter dan de andere? Als ik zo'n satsang meemaak die niet echt als satsang functioneert, dan krijg ik de neiging om te denken dat is niet goed. En wat bedoel je met functioneren als satsang? Als satsang, dat het je naar de stilte, naar de waarheid voert, dat je werkelijk iets doet. Iets heel diep in je
iets doet. Dat hoeft niet verwoord te worden. Dus meestal denk ik zelfs in een gebied waar geen woorden zijn, voor zijn. Nou, dat weet iedereen. De meest gelukkige momenten van een mensenleven hebben niks met woorden te maken. Toch schrijf je gedichten? Ja, maar die gedichten die zijn eigenlijk niet omdat ik zo dol ben op woorden. Maar mijn meeste gedichten die verwijzen nou net naar dat wat niet verwoordbaar is. Er zou geen poëzie bestaan als er niet zoiets was. Ik heb, mag ik misschien een gedicht in dat licht even? De allereerste. Het heet About. The inside of poetry lies far outside of words, like air and sky in the soaring about of birds. Het ongrijpbare dus. Ja, als je iets wil grijpen met poëzie, dan ben je niet met poëzie bezig. Poëzie is alleen maar verwijzend. Als je iets wil grijpen in woorden, dan ben je met proza bezig. Als ik naar die mensen kijk die naar die satsangs gaan, en ik ben er zelf ook vaak geweest, ik heb met die mensen interviews gedaan, dan heb ik het gevoel alsof ze iets bedacht hebben, of niet eens bedacht, maar iets overdragen, waardoor ze de machine, de ruis van de mensen wat uitschakelen. Mensen gaan er naartoe en voelen zich helder. Al die vreemde gedachten die maar rondspoken in ons hoofd, die zijn een beetje weg. Ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Maar ik kan er alleen maar op reageren als iets wat jij denkt. Als je dan vraagt wat ik denk, dan is het dat iedereen snakt naar een beetje gelukkig te zijn. En dat iedereen, zelfs de meest succesvolle wereldse figuren, weet dat de wereld het niet doet. Dat succes in de wereld niet een mens gelukkig maakt. Dat kan wel even zo lijken, maar dat is gewoon niet. Als het lang genoeg duurt, dan ben je daarachter dat het niet is. Nou, een heleboel mensen die zijn op een gegeven moment een beetje dat zogenaamde succes van de wereld zat geworden. Of hebben het gaan doorzien, of hebben het gedacht van dit is het niet. Hè? Is that all there is? Nou ja. En dan kom je ineens bij iemand terecht die je, kun je wel zeggen, dat is een guru, maar die verwijst je naar dat stuk van jezelf dat helemaal stil is en helemaal geen last heeft van dat succes of van de behoefte aan succes. Want behoefte aan wereldsucces, dat verwijst eigenlijk naar iets dat je mist. Nou, dat is een visie en dat is de visie die ik zie uitdragen. Van hallo, maak het nou maar rustig van binnen. Maar wat me dan ook opvalt, en soms, zoals bij Isaac Shapiro, zijn er honderden mensen. En dan zie ik een aantal van die mensen een week daarna of twee weken daarna. En dan is hun wereldse bestaan, doordat ze twee weken bij Isaac geweest zijn, totaal verward geraakt. Dus van binnen zijn ze rustig geworden, maar ze hebben de belasting niet betaald en hun relaties gaan niet goed. Dat zie jij. Dat is wat ik merk, ja. Nou, ik niet. Ik merk hooguit aan mezelf dan dat ik wat makkelijker mijn wereldse dingen die ik zogenaamd moest doen kan relativeren. Ik maak er geen puinhoop van, het valt niet als een kaarthuisje in elkaar. Maar ik kan makkelijker lachen om de dingen. Ik heb trouwens nooit zoveel gelachen als de laatste paar jaar. En soms zit ik zo te lachen met zoiets eenvoudigs thuis, dat mijn kinderen die gaan lachen omdat ik zit te lachen. Ze lijken, wie heeft er wat in vaders eten gedaan? Dat was laatst met de koffie. Ja, mijn zoon was verdacht omdat hij de koffie had gezet en ik zat met te lachen. Maar ik denk dat als dat is dan wat ik zelf kan waarnemen en wat mijn familie waarneemt. Maar wat jij zegt, dat je die mensen ziet verward, ik weet niet hoe dat is. Daar kan ik geen oordeel over geven, daar kan ik niks zinnigs van zeggen. Ik zie dat er een... Je kunt van buiten naar binnen werken. Dat wil zeggen, je regelt je wereld op een heel rustige manier. Dat kun je doen door bijvoorbeeld in een klooster te gaan zitten. Of hier in het Rosarium, in het Vondelpark, de dag voor Pinksteren. Dat is een rustige sfeer. Dan word je van binnen ook rustig. Je kunt ook gaan mediteren of naar zo'n satsang gaan, wat dan voor mij toch een soort vorm van meditatie is. En het van binnenuit die rust laten komen. Nou, dat breidt zich dan naar buiten uit. Maar
ik heb altijd het gevoel alsof de mensen een separatie met de wereld om zich heen in stand houden. Laten we maar eens praten over een andere stroming waarbij ik gezien heb. Dat was Course in Miracles. Heel sterk gericht op zichzelf en op hun eigen beleving. Maar wat blind geworden voor de sociale... Voor de verbinding met buiten, met anderen. Ja, en je denkt dat ik daar nou wat zinnigs op ga zeggen? Ik zou nou niet weten wat ik moet zeggen. Hooguit proef ik een beetje dat jij de sociale... Nou, dat de vrede met buiten vind ik net zoveel belangrijk als de vrede met binnen. Ik proef een beetje dat je het sociale, zoals je dat gewend bent, ziet als iets dat niet veranderd mag worden. Nou, denk ik dat als je werkelijk iets zinnigs aan het doen bent in het spirituele, dat je dan zo verandert, en anders ben je niet zinnig bezig, dat je dan zo verandert dat je ook in het sociale, in je houding in het sociale verandert. Als dat niet zo is, gebeurt er niks. Dus je kan wel iets verdacht vinden dat mensen dan in het sociale ineens veranderd zijn. En dat verdacht vinden en denken, nou is er iets mis. Maar je kunt het ook even goed zien als een teken dat er werkelijk iets aan het veranderen is. Het hoeft niet. Ik bedoel, maar als die verandering dan is, het zich aansluiten als volgelingen of als volgers van dit geloof of die guru. Daar een soort, ja, commune is wat overdreven wordt, maar toch wel een soort cult omheen bouwen. En een separatie maken tussen de mensen die erbij horen en de mensen die er niet bij horen. Het S&M. Nou praat je over iets wat ik altijd heel eng heb gevonden. Ik ben Rooms-Katholiek van huis uit en ik ben eigenlijk nog tamelijk katholiek, om het zo maar eens te zeggen. En ik meen nog veel te danken te hebben aan de bakermat van de Rooms-Katholieke Kerk, die het voor mij is geweest. Maar zelfs in mijn vroegste jeugd, als de kerk in de godsdienstlessen ging claimen, De waarheid ging claimen en ging suggereren dat zij het beter wist dan de anderen, dan was ik altijd, dan deed ik niet mee. Ik ben niet openlijk de opstandeling geweest, maar ik deed niet mee. Ik heb ze altijd laten kletsen. Ik heb pas toen ik iets van de Indiase filosofie las, toen kreeg ik een beetje zalf op die wonden. Toen dacht ik, oh jee, eindelijk wijze mensen die durven toegeven dat ze over het goddelijke niets met zekerheid weten. Daar was ik zo blij mee. Dus je was beschadigd door het dogmatische van de kerk? Ik was teleurgesteld door het dogmatische. Ik heb me denk ik toch niet zoveel laten beschadigen, omdat ik op tijd de rebel was. Ik had geen zin om daar lang mee te gaan, om me vervolgens weer te gaan verzetten. En dan ga je nu naar satsangs van mensen die toch maar één ding uitstralen. En dat is, zij zijn het. En je moet je aan hun overgeven. Dat is zoals jij het zegt. Maar ik denk dat je het met dezelfde moeite en dezelfde aandacht ook heel anders kunt zien. Als we nou Nilam zien. Vanmorgen is er nog een satsang geweest met Nilam. Ze heeft verschillende keren, vanmorgen en ook gisteren, gezegd: don't believe anybody. Ja, maar dat is een oud verhaal. Krishnamurti zei dat. Geloof niet mij, maar geloof alleen jezelf. En toch ontstond daar een hele kerk. Of was er om Christus is ook een hele kerk ontstaan. En ik ben als student de Bijbel opnieuw gaan lezen om eens te zien wat Christus zelf moet hebben bedoeld in der tijd. Want wat ik zag dat de kerk uitdroeg, daar was ik het niet mee eens. Ik dacht, dat kan onmogelijk de bedoeling zijn geweest van Christus. En toen zag ik als student al het groot verschil tussen wat volgelingen doen en wat de gangmaker heeft. Wat de authentieke ervaring is en wat dan de sociale saus eromheen. Ja, wat degene die ermee gestart is met een boodschap, wat diegene bedoeld heeft en wat de volgelingen zeggen dat hij bedoeld heeft, dat ervan maken, dat is een groot verschil. Maar volgelingen zijn volgelingen. Die hebben veel vastigheid in het volgen. Veel stabiliteit in het volgen. Maar weinig in het bijhouden van wat is nou de oorspronkelijke bedoeling geweest. Je ziet het door de hele geschiedenis heen. Er was geen Hitler-drama geweest als er geen volgelingen waren geweest. Dus altijd
Ja, maar je kunt ook zeggen de volgelingen of de mensen in Duitsland kwamen door een sociale situatie, in een economische situatie, in een toestand gekomen waarin ze uitkeken naar iemand die hen een stukje vaderschap bood. En daar kwam iemand en die bood dat. Ja, die bood nog wat meer en dat was allemaal niet zo fraai. Maar dat vaderschapsgevoel heeft in ieder geval in de begintijd van Hitler als samenbindend element in Duitsland wel gewerkt. Dat was de motor voor wat daar gebeurde. Maar als het volgelingschap niet zo sterk was. Japan zou bijvoorbeeld ook helemaal niet zo'n sterke natie zijn geweest. Als er niet dat volgelingschap zo heel diep in gegroeid was. Ja, maar dan maak ik een hele vreemde stap. Van Hitler, die aansloot bij het Duitse volkseigen. Daar iets bood wat ze nodig hadden. En dan 30 jaar later, 40 jaar later, was daar de Bhagwan, Osho Sri Ganesh. En een heel groot gedeelte van zijn volgelingen waren ook Duitsers, die eigenlijk met dezelfde soort behoefte aan vaderschap die man volgden. Nou, ik heb me nooit verdiept in volgelingen. Ik ben er uit de buurt gebleven. Ik heb een bijna natuurlijke afkeer van volgelingen, van het volgelingschap. Je krijgt mij niet zomaar ergens voor. Ja, maar is dat waarom je van de een naar de ander gaat? Want je bezoekt ik ga niet van de een naar de ander. Want wat jij ziet mij verschillende keren in Amsterdam komen. En je denkt, oh, nou is het voor deze en nou is het voor die. Maar dat het allemaal satsang is, dat verlies je uit het oog. Het is allemaal hetzelfde. Het is voor jou iedere keer een meditatie. Een naar de kerk gaan. Ja, of ik nou in St. Paul's Cathedral in Londen zit, of in de Sint-Jan in Den Bosch, maakt mij eigenlijk voor de innerlijke beleving niet uit. En is de diepere boodschap die je krijgt overgedragen ook ongeveer hetzelfde steeds? Oh ja, ik kan nu, de laatste jaren ga ik zo nu en dan eens met de familie naar de kerk. En ik woon nog steeds in Den Bosch. En dan gaan we naar de Sint-Jan in de kerk. En dan vragen we aan onze kinderen. De ene is nu 19, de andere is nu 15. Wat denk je ervan? Zullen we weer eens met z'n vieren naar de kerk gaan? Nou, onze Paul heeft daar 6 jaar in het koor gezongen. Dat heeft nog een beetje binding. Nou, oké, wil hij niet rot zijn, dan gaat hij mee. En dan krijg ik daar een preek te horen. Gedeeltelijk ouderwets. Maar dan hoor ik dingen die ik vroeger nauwelijks gehoord had. En dan denk ik, hoe weet die priester dat? En er zijn gebeden die ik vroeger, die aan mijn aandacht waren voorbijgegaan, waarvan ik denk, hoe komt die wijsheid in die gebeden? Want ik snap ze nu pas. Maar die wijsheid was er dus al 2000 jaar. Oh, die zit er al zo lang. In het Roomse kerkgedoe. Daar zit zoveel spirituele wijsheid ingebakken, maar ik vind het om te janken dat er zo weinig lui zijn die dat echt doorleven en weten. De lui die in de kerk aan de leiding zitten, die hebben het zo druk, net als jij, je hebt het overal druk mee, je komt tot bezinning, je komt niet tot bezinning. Nou, zo denk ik, die lui die in de kerk aan de leiding zitten, die praten wel en die houden wel iets in stand, maar het is niet precies waar het over gaat. Want waar het over gaat, dat is stilte, dat is beleving, dat is diepzinnigheid. Hoe kan je nou diep verwachten dat iemand die aan de leiding van een groot concern staat, diepzinnigheid verspreidt? Dat doet hij niet. Of hij moet een wonder van een aartsvader zijn. Ik weet het niet, ik vind dat, voor zover ik die mensen ken, dat daar wel degelijk een, dat voor succesvolle bedrijven, bedrijven die continuïteit hebben, dat daar wel degelijk een, noem het spirituele basis, maar dat er wel degelijk een basis is. Dat ik zelden grote zaken mensen tegenkom die echt alleen maar aan het geld denken. En degene die het doen, die belanden snel in de gevangenis vaak of gaan snel af. Je kunt toch niet ruimte voor die mogelijkheid en ik meen ook wel voorbeelden daarvan gezien te hebben. Dat het succes toch iets dieper ligt dan alleen maar de wereld belazeren. Huh? Dat het gewoon, je moet meewerken aan Daar kom je uiteindelijk niet zo ver mee, hoor. Nee. Je moet iets bieden. Je moet het, net zoals, neem ik aan, de mensen die satsang geven of doen, dat toch vaak als een service zien. Ja? Zo zien veel zakenmensen ook hun taak in de wereld als een dienst. Nou, dat kunnen ze toevallig goed. En dat doen ze dan hopelijk met evenveel plezier als een priester of wie dan ook. Ja, mag ik nou iets persoonlijk tegen jou zeggen? Ik denk dat
zo gauw als jij een paar keer een satsang helemaal bijwoont als satsang, dat je er anders over gaat praten. Dat je het ook als een ander soort voorbeeld gaat gebruiken dan ik je nu hoor gebruiken. Ik denk de satsang jou ook zal bevrijden van een heleboel drom en dram. Ja, maar ik zie altijd die andere kant. Hè. Dat is mijn probleem, omdat die mensen bij mij in het centrum komen. Daar kijk je ook naar. Ja, daar kijk ik ook naar. Maar ik merk dus bijvoorbeeld de financiële afhandeling of de manier waarop van tevoren iets geregeld wordt en de ego-trips. En ik word zo geconfronteerd met de grenzen van de liefde van anderen. Hè? Ja, maar je ziet de buitenkant. Je ziet steeds de buitenkant. Je ziet dromme mensen bij jou de deur binnen gaan en er weer uit gaan. En ik zie ook op jouw gezicht, als ik wegga, ook bijna wat je denkt. En wat je nu uitspreekt, dat klopt er aardig mee. En ik kan wat me tegenvalt is als mensen dan 2-3 uur hebben zitten luisteren aan iemand. En dan voel je die sfeer. En dan gaan ze naar buiten en dan maken ze dezelfde ruzie. Ze proberen op dezelfde manier voor te dringen bij het koffie halen. En dat soort dingen. Dan denk ik, hallo, wat hebben we nou geleerd, jongens? Ja, dat maar sociale stuk is in ieder geval niet verbeterd. En vaak nog een stukje verslechterd. Mensen zijn in zichzelf gekeerd. Oké, maar geloof maar niet dat er in 3 uur tijd iets aan de conditionering van de mensen kan veranderen. Als er daar 100 mensen hebben gezeten en er zijn er 3 door het lint gegaan. En die 3 die zijn zo verstild en helemaal in tranen geweest. En er is iets met die 3 gebeurd. Dan is het een goede satsang geweest, zou ik haar zeggen. En de rest heeft er ook wat van meegenomen. Maar geloof maar niet dat je aan de koffiebar merkt dat zij met z'n 100 in die zaal zijn geweest. Dat zou te mooi zijn. Ik denk dat dat niet gaat. Ja, dat zeg je, maar toch zijn er. Om een goed voorbeeld te noemen, tai chi. Hè? Ik vind altijd die mensen komen dan en dan komen ze wel een werk wat dan ook. En dan hebben ze 2 of 3 uur tai chi gedaan. Hè, dat is die kunst van het bewegen eigenlijk, martial arts. En dan is hun energie heel aardig. En dan is zo'n groep ook bij het koffiedrinken en dingen. Ik vind dat vaak aardiger overkomt dan al die zogenaamd spirituele vergaderingen. Ik vind dat die mensen die dus wat gedaan hebben, zonder daar veel bij te zeggen, maar alleen maar die. Ja, als groep. Dus ik vind het een heel mooi gericht ook. Het is me opgevallen dat ik daar blijer van word dan van 200 mensen die zogenaamd heilig hebben zitten zijn. Of zogenaamd formulering. Maar ik ben blij dat je het zegt. Ik ben het ook voor een heel goed deel met je eens. Ik heb zelf ook een beetje aan tai chi gedaan. Ik weet ook dat de invloed van tai chi heel lang kan blijven doorgaan. Het kan uren blijven doorgaan. Maar ik weet ook dat als je opstaat uit een zaal waar je met z'n 100 hebt gezeten en het is koffietijd, dat er dan bij wijze van spreken een knop nauwelijks omhoeft, die gaat al om bij het idee, nou is het pauze, om weer in je oude routines te zitten. En die oude routines, die douwen je in een rij, die zorgen dat je niet te laat bediend wordt en die maken van je net precies dezelfde figuur die je voor die satsang. Maar dat valt me dus op. Ik vind dat is conditionering, hè? Dat is conditionering. Ja, nou ja, maar dat vind ik jammer in de wereld. We zien de minkugels niet en we schuiven ze opzij. En er is een beetje gevoel ook aan zo'n satsang. We zijn beter dan de rest. En dan lopen we naar buiten en dan staat, weet ik veel, een bedelaar. Of er lopen in de stad veel rare mensen. Dan zeg ik, hé, ik hou liever van mensen als Pater van Kilsdonk. Of vorige week had ik een interview met Herbert Curiel. Die zegt, de vierde wereld, de onzienlijken. Diegene die niet bij de club horen, niet op de satsang komen, maar de onzienlijke die we niet zien, maar die wel degelijk een hun functie hebben. Ja. Nou, ik kan het eigenlijk voor een heel groot deel met jou eens zijn als je dit allemaal bedoelt. Maar je moet, dat is nog steeds een prikje naar jou. Die lui die. Je bent geen pater, maar je had het wel een beetje willen worden. Oh ja, ik had het makkelijk kunnen zijn. Hoewel, ik weet ook niet hoe lang ik het zou hebben volgehouden binnen dat keurslijf. Hè? Maar de mensen die in een satsang zitten, er zijn allemaal verschillende mensen. Die beleven dat allemaal verschillend. En je mag niet te veel denken, dus mijn kritiek op jouw aanpak van dit beeld eigenlijk. Je mag niet denken dat ze tot een club behoren. Als ze al tot een club behoren, dan is dat een andere club. Die satsang die is misschien georganiseerd door een bepaalde club. Nou, dan hoorden ze al bij een club. Maar de satsang volgen en bij een club behoren zijn 2 verschillende dingen. En mocht jij het gevoel krijgen dus je kunt van zeggen, een club,
dan is dat al een club. Bijvoorbeeld die hier zitten in Amsterdam. De Osho-mensen? Ja, bijvoorbeeld. Nou, die Osho-mensen proef je meteen. Dat is een club. Dus een lui, die kennen elkaar allemaal. Die hebben allemaal bepaalde namen. En toen ik pas merkte, was dat voor mij een beetje vreemd. Maar het functioneert uitstekend. En de mensen hebben goed contact met elkaar. En als er weer zoiets georganiseerd wordt, dan een deel van die Osho-mensen belt mij op. Ja, dus dat is er. Maar laten we even buiten die wereld stappen. Want die mensen komen allemaal wel. Maar er zijn ook gewoon, laten we zeggen, Amsterdammers. Mensen die kijken naar de televisie. En die komen ook in een kerk. Komen ook uit een traditie waar ze al of niet nog mee verbonden zijn. Zeg je, ga ook eens naar zo'n stad zo. Ben niet bang voor het feit dat zo iemand een vreemde Indische naam heeft. Kun je er wat van meenemen? Als gewoon, al die mensen hier in het Vondelpark die ook hier komen. Kijk, ik heb nou gedichten geschreven. Als ik daarmee op de hoeken van de straten ga staan, dan ben ik een dwaas. Mm-hmm. Maar ik heb ze wel geschreven met het idee dat het toch iets is. Anders had ik er gewoon die moeite niet gedaan. Mm-hmm. Nou, ik denk dat satsang iets is als een magneet dat aantrekt. Maar dat je niet zomaar op iemand kunt plakken zo van, jij hier in het Vondelpark, ga jij nou in plaats van eens in de zon te zitten, is naar die satsang. Dat zou je ook met de Roomse kerk niet kunnen. Zo van, jij bent je katholiek? Goed, naar de kerk. Dus morgen Pinksteren. Nou, toen ik vroeger op school zit, moesten we iedere dag. Ja, oké. Okay. En dan heb je nou een trauma van, meneer. Wil van Babel, lees nog één gedichtje. Eén gedichtje. Nou, eens kijken of ik een goede kan vinden meteen. There's burning a diary of thousands of years. The last scream of drama dies out in my ears. There's pouring a silence.